Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. De laatste video van 2022 en zoals elk jaar is dit een video waarin ik terugblik op het jaar 2022. Vanavond sluiten we 2022 af en beginnen we aan 2023, een heel nieuw jaar. En in deze video wil ik eigenlijk een terugblik werpen op het jaar 2022, hoe dat voor mij is geweest, hoe ik het heb ervaren en ik ga gewoon even wat hoogtepunten met jullie doornemen. Dus mocht je benieuwd zijn hoe mijn jaar 2022 voor mij was, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee naar deze video. Het jaar 2022 was voor mij ergens wel een speciale, want ik sloot een hoofdstuk af. Ik wil hier verder niet diep op ingaan, want dit vind ik een hele persoonlijke kwestie. Maar voor mij was dat echt wel een, iets waardoor het voor mij heel fijn voelde. Ik heb dit in de vlogs ook nooit besproken. Dat net wat ik zeg, ik wil daar verder ook eigenlijk niks over kwijt. Maar daardoor maakte de 2022 voor mij iets specialer. Ja, op het gebied van gezondheid ben ik gezond gebleven. En dat is heel fijn. Het is natuurlijk ook het jaar geweest waarin we eigenlijk weer soort van vrij werden. Hè, we waren toch de afgelopen 3 jaar wat beperkt door corona. En eigenlijk... corona is natuurlijk nog steeds niet weg, maar de winkels mochten weer open en alle horecagelegenheden en eigenlijk alles mocht weer open. En sindsdien hebben we gelukkig ook niet meer te maken gehad met een lockdown. Dus in dat opzicht mochten we weer heel veel. Ik heb altijd gezegd, ik heb niet zo heel veel last gehad van de lockdowns die er zijn geweest, omdat ik eigenlijk altijd al in een soort van... voor mezelf lockdown leven, omdat ik natuurlijk niet buiten kom. Alleen voor de boodschappen en eventjes een keertje naar de stad of zo. Of gewoon iets doen met familie, maar het is niet dat ik dagelijks buiten kom. En dat is prima, want mijn leven is zo, ik ben dat gewend. Dus daarom heb ik nooit zoveel moeite gehad met de dingen die opgelegd zijn tijdens de corona. Maar goed, dit jaar viel dat allemaal weg en het is dus ook niet meer teruggekomen. Ik ben ook nog steeds gelukkig... vrijgebleven van corona. In de familie is er wel wat meer corona voorgevallen het jaar 2022. Maar ik ben dans nog steeds ontsprongen en ik hoop dat natuurlijk te blijven doen. Dus ik ben wat dat betreft verder wel gezond gebleven. Ja, verkoudheidje hier en daar. Maar goed, dat, dat is gewoon zo. Ik heb wel 1 keer het gevoel gehad dat ik echt heel erg grieperig was. Maar ja, dan ga ik ook gewoon door, want ik heb zoiets van, ik kan toch niet stilzitten. Dus ik probeer dan mijn dingen gewoon te doen. Maar op zich geen nare dingen of zo. Op het gebied van mijn blog en YouTube ging het eigenlijk ook super goed. Ik heb weer lekker mogen groeien. YouTube, dat stijgt echt enorm qua abonnees. En dat vind ik super leuk. Ik vind ook nog steeds de interactie met, die je met de abonnees hebt super leuk. De reacties die onder de video's komen... zijn leuk. Sommige zijn niet altijd even positief. Die zul je er ook bij hebben. Maar over het algemeen, als iemand een keer wat een tip wil geven of zo, staat er altijd heel lief bij. Ja, maar ik bedoel het niet. Ik bedoel het niet naar. Of het is geen kritiek of zo. Dus dat vind ik altijd wel lief. En ik vind het gewoon heel leuk om met jullie in contact te zijn ook. Blog gaat nog steeds ook wel goed. Ik merk wel dat het bloggen wat meer uitsterft, om het maar zo te zeggen. Omdat je gewoon het gevoel hebt dat tegenwoordig... hè, TikTok is een heel erg groot ding. Nou, Instagram, YouTube. TikTok doe ik niet aan. Ik heb die hype nooit begrepen. Ik zal die hype nooit begrijpen. Misschien is het ook de leeftijd. Ik voel mij daar ook te oud voor. Ik snap gewoon niet wat er leuk is aan TikTok. Ik gebruik het ook niet, dus... daar ben ik ook niet actief voor op, maar Instagram sowieso. En ja, het is gewoon leuk dat je die groei ziet doorgaan. Maar ik vind het bloggen nog steeds heel leuk. Dus ik wil dat ook gewoon blijven doen. Ik vind het leuk om berichten te blijven schrijven over de producten die ik test. Dus ja, ik blijf het gewoon doen. En dat dat iets minder wordt, is ook prima, weet je wel. Maar YouTube is gewoon echt wel iets wat ik sowieso blijf doorpakken. Ook in 2023 en het bloggen ook. Dus dat is super leuk. Verder ben ik eigenlijk wel heel dankbaar voor dat mijn beide opa en oma er allebei nog zijn. Het is de afgelopen jaar best wel een paar keer spannend geweest. Ik heb dat ook niet altijd in de vlogs gedeeld. Maar zowel opa en oma, die hebben beide wel even periodes doorgemaakt dat ik dacht van, oh, het is wel spannend en oh, laat het alsjeblieft goed komen. En ja, tot nu toe is het altijd wel goed gekomen. Op dit moment heeft mijn oma wel een flinke longontsteking.
En die heeft antibiotica. En ik hoop natuurlijk heel erg dat ze hier weer doorheen komt. Maar dat is wel even spannend, omdat ze toch 90 jaar heeft mogen worden dit jaar. Dat was natuurlijk een heel speciale leeftijd. Ik ben er helaas niet bij geweest, maar ze heeft er heel erg van genoten. En dat was echt heel fijn. Dat is natuurlijk wel een hele mooie leeftijd. Maar ik hoop gewoon heel erg dat ze deze longontsteking ook nog weer te boven komt. Want als je zo zegt, dan zit je, ja, maar ik wil nog best een poosje blijven. En ik vind het allemaal nog best wel heel erg leuk. Dus die vechtlust, die is er nog steeds. Nou, voor mijn opa eigenlijk ook. Die is dus ook wel eventjes, er is ook flink wat meer aan de hand geweest. Die is uiteindelijk wel weer goed gekomen. Maar ja, dat zijn ook even hele spannende tijden geweest. Dus, maar ja, dat is verder allemaal goed gekomen. Ik heb ze ook dit jaar, ja, ik kom nooit zo heel vaak op bezoek. Ik woon best wel ver bij hun beiden vandaan. Ik kan niet zelf reizen met de trein of met een bus. Ik kan überhaupt niet zelf naar buiten. Dus ik ben altijd afhankelijk van mensen die mee kunnen gaan. Nou, naar mijn oma ga ik vaak toe met mijn coach. Of vaak, als ik ga, ga ik met mijn coach. Want ik ga helemaal niet vaak, omdat dat lastig is. Je merkt ook dat oma wat sneller vermoeid wordt als er bezoek is. Dus ja, dat zijn wel lastige dingen. Maar ik heb gelukkig toch een paar keer kunnen gaan. En dan was het wel heel leuk. Toen ben ik met haar naar het soort van restaurantje geweest. Waar je ook gewoon lekker koffie kan drinken. En dat vond ze dan wel heel erg fijn. Mijn opa heb ik met kerst nog gezien. Dat was ook wel even heel leuk. Die vond het ook wel heel leuk dat ik weer geweest was. Dus ja, dat was eventjes heel fijn. Dus ja, ik ben heel dankbaar dat ze er bij me nog mogen zijn. Ik hoop ze echt nog een tijd bij me te houden. Maar je houdt wel meer in je achterhoofd. Omdat de leeftijd wat oploopt, dat het natuurlijk ook gewoon een keer klaar is. Maar daar wil ik eigenlijk nog niet aan denken. Lente heb ik ook lekker weer een aantal keer gezien dit jaar. En daar heb ik lekker mee gespeeld. Ik heb met haar in een tentje gespeeld. Wat ze heel leuk vond. De hele tent die vloog alle kanten op toen ik er natuurlijk in ging. Want ik ben veel te groot. Maar wat maakt het uit? Lente vond het leuk dat ik mee in de tent ging. Nou ja, gewoon. Het is gewoon leuk. Weet je, ze is 2 geworden. Je ziet gewoon dat ze groter wordt. Ze gaat veel meer praten. Ze kan ook echt al veel meer praten. Het is ook zo lief om te zien hoe zij deelt. We waren op de verjaardag en toen had zij een toosje. En toen duwde ze echt zo dat toosje in mijn mond van je moet ook een hapje nemen. Dat ze dat gewoon aan het delen is. Ik heb nu afgelopen kerst nog eventjes gezien. Dat was ook heel leuk. Ik dacht misschien ben je wel, vind je het een beetje spannend. Want je ziet mij niet zo vaak. Maar het is gelijk tata en even knuffelen. Dus dat was super leuk. Dus ja, dat was ook wel heel leuk. Ja, de uitjes. Ik moet even het lijstje erbij pakken, want ik had natuurlijk een lijstje gemaakt over de uitjes ook. Ja, ik heb een paar uitjes gehad. Er zijn ook nog wat dingen niet doorgegaan, zoals de huishoudbeurs. Die was 2022 nog niet. Die hadden ze eigenlijk verplaatst naar een paar maanden later, maar uiteindelijk hebben ze toch besloten om dat toch nog niet door te laten gaan. Omdat dat waarschijnlijk toch een beetje te onzeker was. In verband met de corona. 2023 zal die weer van start gaan. Die ging dus niet door. Ik heb wel een paar keer lekker wezen shoppen. Dat was heel erg leuk. Even naar de stad geweest. En ik zie dat ook als een uitje. Ik ben een dagje naar Duitsland geweest. Voor de eerste keer in mijn leven over de grens, jongens. Dat was wel wat. Ik was nog nooit over de grens geweest. Dus dat was wel ja, was wel heel leuk, ondanks dat ik de taal niet versta. Ik heb vroeger op school Duits gehad, maar ik spreek het echt voor geen meter. Ik heb 2 jaar Duits gehad en ja, ik spreek het niet. Gelukkig hebben we natuurlijk wel de apps op onze telefoons, waardoor we ons eventueel verstaanbaar kunnen maken. Maar dit deel van Duitsland begrepen ze het Nederlands ook nog wel. Dus dat was niet echt een heel groot probleem. Maar het was wel heel leuk om daar een keer te zijn. Ik ben een dagje naar Utrecht geweest met Nathalie. Dat was superleuk. Dagje shoppen. Ja, dat was eigenlijk wel heel erg leuk. Ik ben ooit wel eens in Utrecht geweest. Maar hoe groot de stad was, dat heb ik dus nooit geweten. Want zo lang ben ik de stad niet ingegaan.
Dus dat was wel heel erg leuk. We hebben het Nijntje beeld gezien. Althans, dat was dan Dick Bruna. Die had Nijntje oren. Dat vond ik wel heel erg leuk. Ook gewoon eigenlijk om te zien hoe Hoogkaterijnen zo veranderd is. Want ik ben er eigenlijk al jaren niet meer geweest. En ik weet nog, toentertijd had je echt ook wel een flink aantal winkels op Hoogkaterijnen zelf. Maar nu loop je eigenlijk... En dat is nog steeds, want je hebt echt een overdekt gedeelte. En ja, daar... Voel je dan gewoon ook naar buiten. Dus dat was wel super leuk. Gewoon om gezien te hebben. En hebben we ook wel lekker wat dingen gekocht. Ik heb daar natuurlijk spontaan een nieuwe piercing laten zetten. Dat is ook wel een hoogtepunt. Ik liep al best wel lang met dat idee rond. Dat ik graag nog een piercing erbij wilde. En ik was een beetje aan het twijfelen wat ik in mijn oor wilde. Want ik wist dat ik hem in mijn oor wou. En toen uiteindelijk, toen was het ook echt zo ineens zo... Toen we in de trein zaten, dat ik echt tegen Nathalie zei van... Oh, ik had eigenlijk misschien had ik nog wel een piercing willen zetten, maar ik ben al te laat. En uiteindelijk kon dat gewoon. Dus ik heb daar gewoon echt heel spontaan een piercing gezet in Utrecht. En dat vond ik gewoon echt superleuk. En ja, het was echt een superleuke dag. Dus zeker als het aan mij ligt, voor herhaling vatbaar. Dus dat was superleuk. Verder is mijn moeder gezellig ook nog een dagje geweest van de zomer. Daar ben ik ook eventjes mee naar het centrum geweest. Dat was ook wel heel erg leuk. Spelletje meegespeeld, dus dat was ook wel heel gezellig. Dus dat eigenlijk. Ik ben ook voor het eerst in mijn leven naar Tuinland geweest. Dat had ik nog nooit geweest. Het was wel heel erg leuk met de kerstperiode om te zien. Ik hoorde altijd verhalen over Tuinland, maar ik was er nog nooit geweest. Maar nu met de kerstspullen was het natuurlijk heel erg leuk. Want normaal is het heel erg op tuinen gericht. Ja, ik heb geen tuin. Maar met de kerstspullen was het wel heel erg leuk. Ja, verder eigenlijk niet echt... uitjes gehad volgens mij. Ja, een paar keer naar Ikea, dat soort dingen. Maar ja, het was verder gewoon... Het waren wel gewoon de leuke dingen. En net wat ik zeg, het was gewoon fijn dat dat soort dingen weer konden. Verder ben ik ook heel blij dat ik nog steeds sport. Ik doe dit nu 3 jaar. En ik moet zeggen dat ik het nog steeds heel erg leuk vind. Ik doe het natuurlijk gewoon thuis. Ik doe het niet in een sportschool of zo. Ik heb er nog steeds wel heel veel plezier van om hiermee aan de gang te gaan. Dus dat vind ik nog steeds wel heel fijn. Ik heb er een nieuwe... oefening bijgepakt. Dus dat is wel heel fijn. Dan heb ik natuurlijk ook in 2022 weer een aantal mooie aankopen gedaan. Ik heb allereerst een speaker gekocht van Apple. Die kan ik niet laten zien, want die zit vast. Maar dan kan ik even een plaatje van die beeld laten zien. Ik gebruik hem echt heel veel. Eigenlijk als ik aan het schoonmaken ben, heb ik altijd muziek aan. Dus... dat ding wordt dagelijks gebruikt hier. Dus dat is echt wel heel fijn. Ik heb een hele mooie nieuwe armband gekocht. De Pandora armband. Met een aantal mooie bedels aan. Die je dus zelf kunt uitbreiden. Dat vond ik ook wel een hele mooie. Dus daar ben ik nog steeds wel heel blij mee. Dat was een cadeautje voor mezelf. En ja, ik heb er al... ik heb er nu 4 bedels aan zitten. 2 clips. Dus op zich... ja, hij groeit lekker. En ja... dat vind ik heel fijn. Dat was ook een hele fijne aankoop. Ik heb ook een nieuw make-up tasje gekocht. Misschien niet heel interessant. Maar daar was ik, die wilde ik al heel lang hebben. En die was toen flink afgeprijsd. Dat is er eentje van de Cowboys Bag. Daar ben ik ook nog steeds heel blij mee. Hij blijft ook heel mooi. Hij zit dus gewoon in mijn tas. Maar ik vind hem nog steeds heel fijn. Er kan lekker veel in. Dus dat is ook wel een hele fijne aankoop geweest. Dan heb ik mezelf een AirTag cadeau gedaan. Dat is... Dit dingetje. Het knoopje is nu momenteel los. Maar als ik mijn sleutels kwijt ben, dan kan ik ze dus terugvinden. Omdat hier een AirTag aanhangt van Apple. Het is niet een hele dure aankoop geweest, maar wel een hele fijne. Ik raak mijn sleutels nog wel eens kwijt. En die hangt hier gewoon fijn aan. Dus dat ben ik ook wel heel blij mee. Dan heb ik een nieuwe e-reader moeten kopen, want mijn oude e-reader was kapot. En ik moet zeggen, ik heb er al zoveel profijt van nu. Toen mijn oude kapot ging, toen wist ik ook gewoon gelijk, ik wil weer een nieuwe e-reader kopen. En nou, dat heb ik gedaan en hij bevalt heel goed. Hij is iets kleiner als mijn oude, maar het is een hele fijne e-reader die ik dagelijks gebruik. Dus daar ben ik ook echt heel blij mee. Ik heb ook een aantal mooie nieuwe games gekocht voor de Switch. Daar ben ik ook weer heel blij mee. Ja, ik gebruik mijn Switch echt dagelijks. Dus het is echt leuk om nieuwe games te spelen. Ik heb bijvoorbeeld GTA gekocht. Splatoon heb ik gekregen voor mijn verjaardag. Ik heb Hoco Live gekocht. Dus wat dat betreft heb ik zelf 2 nieuwe games gekocht. Klopt dat? Ik zit eventjes te kijken naar de gamehoek nu. Nee, ik heb zelf 3 nieuwe games gekocht. Ik heb ook nog niet Switch Sports gekocht.
En Splatoon heb ik dus gekregen. Dus ja, weer een paar mooie nieuwe games erbij. En ik heb natuurlijk ook een hele mooie cadeau gekregen. Namelijk een nieuwe airfryer van mijn moeder. Daar kan ik nog wel even een plaatje van in beeld neerzetten. Die heb ik gekregen van mijn moeder. En daar ben ik ook zo blij mee. Die van mij, die was helemaal op. En ik gebruik hem echt heel veel. En nu ik gewoon ook weet hoe ik hem echt goed kan afwassen, ziet hij er ook echt nog uit als nieuw. Dus daar ben ik heel blij mee. Nou ja, ik heb dit jaar ook mijn 31e verjaardag mogen vieren. Dat was ook super leuk. Ja, het is toch wel weer een mijlpaal dat je weer een jaar verder bent. Ondanks dat ik het nog steeds lastig vind, het ouder worden, was het wel een hele, ja, een hele gezellige dag. Ik kijk even wat er verder nog op mijn lijst staat. Ik heb natuurlijk een nieuwe hobby erbij, diamond painting. Ik heb natuurlijk een diamond painting gekocht en ik ben daarmee bezig gegaan. En ik vind het gewoon echt super leuk. Ik snap eigenlijk niet waarom ik dit niet eerder heb gedaan, maar ik vind het echt heel leuk om hiermee bezig te zijn. Dus ja, ik doe dit echt met heel veel plezier. Ik vind het gewoon echt leuk ook om te zien hoe het steeds meer één geheel wordt. Dat is ook wel echt leuk dat ik dat als nieuwe hobby erbij heb opgepakt. Ja, volgens mij waren dat ook wel een beetje mijn hoogtepunten hoor van 2022. Ja, ik net wat ik zeg, ik had even een lijstje gemaakt en dit waren toch echt wel een beetje de belangrijkste dingen die ik met jullie ook wilde bespreken. Heb ik nog voornemens voor 2023? Nee. Ik doe daar eigenlijk nooit aan. Kijk, ik hoop gewoon dat ik door kan blijven gaan met het sporten, maar daar ben ik niet zo heel bang voor. Als er op lichamelijk gebied niks aan de hand is, zal dat gewoon kunnen, want ik heb de motivatie er gewoon voor. Nou ja, ik blijf natuurlijk doorgaan met bloggen en YouTube, maar dat had ik al een beetje gezegd. Maar echt voornemens van dingen die ik wil doen voor in 2023, die heb ik niet. Ik heb al wel dus nu een uitje gepland staan voor de huishoudbeurs in 2023. 2023 zal het bultje op mijn kin verwijderd worden. Maar verder heb ik eigenlijk geen plannen nog voor 2023. Misschien komen die nog. Maar voor nu in ieder geval heb ik dus twee dingen op de planning staan die gaan gebeuren. Maar eigenlijk verder helemaal niks. Ja, en goede voornemens, ik doe er gewoon niet aan. Want nee, ik weet je, ik vind het eigenlijk altijd een beetje onzin. Want je hoort dan bijvoorbeeld mensen zeggen, oh, ik wil bijvoorbeeld gaan stoppen op 1 januari met roken bijvoorbeeld. En dan denk ik van, ja, maar waarom moet het er 1 januari voor zijn? Als je wilt stoppen, dan kun je gewoon ieder moment stoppen. Dus nee, goede voornemens die zijn voor mij eigenlijk een beetje onzinnig. Dus ja, dat doe ik verder niet aan. Ja, wat ik al zei, dit waren mijn hoogtepunten van 2022. En ik heb een klein blikje geworpen op 2023, maar dat is nog niet zo heel interessant. Ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat voor jou echt een hoogtepunt was voor 2022. Of misschien heb je een dieptepunt. Dat mag je natuurlijk ook in de comments zetten als je dat wilt delen. Ik vind het altijd wel leuk om te zien hoe andere mensen dit jaar ervaren hebben. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daarnaast staat ook een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. Ik wil jullie bij deze dan ook vast een heel goed uiteinde wensen en een heel gelukkig nieuwjaar. Mocht je vuurwerk gaan afsteken, doe alsjeblieft voorzichtig, want ja... Je wilt natuurlijk wel het nieuwe jaar ingaan met ja, goede gezondheid en alle ledematen die er nog aan zitten. Dus niet dat je vingers gaat verliezen of dat soort dingen. Maar goed, ik hoop je in ieder geval in het nieuwe jaar weer te gaan zien op mijn kanaal. Dus ja, ik zou bij deze zeggen tot de volgende video. Doei!